Dames en heren, Jasper Lijvering van Amsterdam Vintage Watches is hier om jullie te vertellen hoe jij je horloge eigenlijk hoort te dragen. Je wilt het vast niet horen, maar dit zijn de etiketten. Een horloge, als je het goed doet, kan een van de meest verfijnde en complimenteuze manieren zijn om jouw stijl te vertegenwoordigen. Het is een deel van jezelf, het is een stukje op je pols waarmee je je innerlijk vertegenwoordigt. Niet alleen om te laten zien hoe welvarend je bent, alhoewel het mooi je succes kan accentueren in het dagelijks leven. We gaan kijken hoe je dit het beste doet en wat absolute don'ts zijn bij dit hekele punt. We beginnen bij de fit en de maat. Traditioneel hoor je horloge om je linkerpols te dragen. Bij mij is dat vandaag een Jaeger LeCoultre Geomatic uit de jaren 70 in het staal. Waarom die om mijn linkerpols zit is voornamelijk omdat ik rechtshandig ben. En over het algemeen zijn de meeste mensen rechtshandig. Vandaar dat de pols aan de linkerkant wordt versierd met het horloge. Praktisch gezien is dit het aangenaamst. Zo stoot je horloge het minst. Plus, wat wel eens van toepassing was bij toolwatches, als voor vliegeroeren, is dat je met je rechterhand je horloge zo makkelijk kan opwinden of de tijd of functies kan instellen. Dit wordt echter niet aangeraden, omdat als je het horloge om je pols houdt, waarbij je de kroon gaat bewegen, kan je de stift scheef buigen. Dus we raden het altijd aan om een horloge alsnog af te doen. In de geschiedenis zijn er ook zogenoemde lefties, speciaal gemaakt voor mensen die linkshandig zijn en hun horloge graag om de rechterpols wilden dragen, waarbij de kroon dan aan de andere kant van het horloge stond. Zeer zeldzaam, zeker in de geschiedenis van Rolex. En dit zijn dan ook verzamelwaardige objecten met hoge prijzen. We hebben nu vastgesteld dat je je horloge draagt om je niet-dominante hand. Maar waar precies op zijn pols moet het gepositioneerd zijn? Heb je dat knobbeltje? Vlak daarachter positioneer jij je horloge. Zo komt hij mooi nog net voor het machet, maar niet te dicht bij je hand. Hoe je dit voor elkaar krijgt, is bij de aankoop je horloge perfect laten afstellen. Uiteraard kunnen wij daarvoor zorgen, dan wel de andere dealer waarbij jij jouw horloge koopt. Als je hem te strak afstelt, dan krijg je een beetje dat rollade effect. Zeker als je wat gevulder bent. Dan krijg je die vet kwabben die daar aan de zijkant afkomen. Een beetje als een dikke chick zo'n strakke BH aan heeft. En op de achterkant van die rug die te krijgt. Dat willen we niet hebben, ook niet op de pols. Dus zorg ervoor dat het horloge op de juiste maat is afgesteld. Zo voorkom je ook te veel slijtage als hij te strak is. Komt er eerder rek in. En ook als hij te los is, schudt hij heen en weer. En het ziet er stom uit. Maar je bevordert zo ook de slijtage van jouw horloge. So far so good. Tot nu toe hebben we niet hele bijzondere dingen aan het licht gebracht. Maar nu komen we bij een punt waar veel mensen de mist in gaan. De maat van je horloge. Bij je schoenmaat, als je 41 hebt, is maatje 44 dragen ook niet prettig. Behalve dat het onaangenaam is, ziet het er ook gewoon stom uit. Ik moet me altijd voorstellen bij mensen die wat kleiner zijn met een te groot horloge. Van die clowns met die enorme schoenen. Dat gevoel krijg ik altijd een beetje. En geloof me, je maakt geen statement. Is er iets wat je wilt compenseren? Daarom ga ik jullie vertellen wat de juiste horlogematen zijn. Dresswatches horen tussen de 31 en maximaal 37 mm te zijn. Over het algemeen liever wat platter, zodat hij mooi om de pols valt en mooi onder het machet kan. Sportieve en stoere horloges mogen best wat groter zijn. Ze hadden dan ook een functie, dus het moest duidelijk afleesbaar zijn. 38 tot en met 42 mm is een gepaste maat. Heet je Arnold Schwarzenegger? Kan je misschien een keer een uitstapje maken naar 43 mm. Maar ben je onder de 2 meter en weeg je minder dan 150 kilo? Ga dan alsjeblieft niet voor een dresswatch van 41 mm. Ik vind het altijd mooi als mensen, en alsof een, ben je 2 meter 20? Nee, dan doe het niet. Je weet toch, doe het gewoon niet. Kledingetiketten is het volgende onderwerp dat we gaan aansnijden. Want je horloge of any other accessoire hoort natuurlijk bij je wardrobe. Als je armen langs je lichaam houdt, hoort je horloge niet zichtbaar te zijn en moet mooi onder je machet vallen. Pas als je arm optilt of buigt, dan mag je horloge tevoorschijn komen.
Ben je geen lid van de Agnelli-familie, draag je horloge dan ook alsjeblieft niet op je machete. You will look like a retard. Net als dat je je kledingstijl aanpast aan de gelegenheid, is ook je wristwear daarvan afhankelijk. Dus kies voor iets gepast. Als we het hebben over een formelere of chicere omgeving, dresswatch is the way to go. Meer casual, kan altijd, iets amicaler. Sportwatches, toolwatches, stalen banden, zelfs een NATO strap if you want to go all out. Het is mogelijk, but tone it down. Zorg voor een rustige setting. En ik denk dat dat juist meer een statement is dan iets heel uitgesprokens. Simplicity is key in veel situaties. En wil je echt een statement maken, zorg er dan voor dat het horloge zelf opvalt. En ga niet voor gekke bandkleuren of iets dergelijks. Het ezelsbruggetje is, weet je niet welk horloge je moet kiezen? Kijk dan naar je schoenen. Draag je formele schoenen, kies dan ook voor een formeel horloge. Ga je iets meer casual met sneakers aan, dan kan een toolwatch ook. Belangrijk ook is dat je de kleuren in bijvoorbeeld het leer matcht. Als je een leren zwarte band hebt, zorg voor die leren riem in zwart en je schoenen ook in diezelfde kleur. Then again, de details zijn belangrijk. Bril, machetknopen, gesp. Alles in het goud, alles in het staal. Choose wisely en pas je horloge daarop aan. Dames en heren, bedankt dat jullie eens te meer wilden luisteren naar wat ik te zeggen had. Ik heb jullie uitgelegd hoe je je horloge hoort te dragen. Als je nu denkt, wat zit dit snotventje nou uit zijn nek te brabbelen? Ik doe precies wat ik zelf wil, dat is goed. Want we willen jullie uitdagen om je eigen ik naar buiten te brengen door middel van je wrist game. Hou wel in acht de slogan van Audemars Piguet. To break the rules, you must first master them. En nu weten jullie hoe het hoort. En belangrijk is dat je het wel geïnformeerd doet. Zorg dat er een idee achter zit. Zo is het bijvoorbeeld ook weer gewoon toegestaan om gouden horloges te dragen. Of zelf diamond set. Mits, factory, no aftermarket. In Nederland is het heel grappig. We hebben die Calvinistische gedachtegoed. Dat we altijd ingetogen moeten zijn. Doe maar normaal en doen we al gek genoeg. En dat zie je ook terug bij mensen waar wij soms horloges aan verkopen. Die zeggen, nou, mijn gouden deed dit, doe ik bij zakenmeetings wel af. Terwijl in Italië is het juist andersom. Zelfs mensen die geen succes hebben, die willen als eerst die gouden D-date. Zodat ze mee kunnen doen en mensen denken van, hé, met hem gaan we zaken doen. Houd dat in je gedachten en dan komt het helemaal goed. Zorg dat je heel veel subscribed, zodat je altijd op de hoogte blijft van de meest interessante horlogeverhaaltjes en feitjes. Ook Instagram en Facebook moeten uiteraard geliked worden. En last but not least, behalve zeggen dat de best day to buy vintage watch today is, is het ook nog van belang om niet stomme bandjes tegen je horloge te dragen. Dankjewel.